Hey jongens en meiden, ik ben Rob van Commit 040 en ik heb een paar leuke challenges voor jullie. En ik ben benieuwd of jullie ze allemaal lukken. Ik begin vandaag met de eerste challenge. Een kleine balans challenge met je schoenen. Je begint met je schoen op je voet leggen. En vanuit hier ga je proberen een rondje te draaien, maar hij mag er niet van afvallen. Nou, dan draaien we eerst één half rondje. Waarbij je eventjes rust kan pakken. Om kan draaien. En heel voorzichtig draaien we hem helemaal door. En dan hebben we hem gehaald. Lukt jou dit nou ook? Maak er een filmpje van. Post het. En dan ben ik benieuwd of het lukt. Oké. De tweede challenge is een creatieve move met een bank. Hoeft geen salto te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook dit zijn. En dan ben ik benieuwd wat voor creatieve dingen jullie vooral doen. Oké, de derde challenge is de handstand challenge. We gaan kijken hoe lang jij de handstand kan. Dit mag tegen de muur, maar je mag het ook proberen gewoon op de grond. De vierde challenge is een challenge waarbij je gaat proberen op te staan. Maar dat doen we niet zomaar, we gaan op de knieën zitten. Ik vind het fijn op een iets zachtere ondergrond, hoeft niet per se. Je pakt met twee handen één voet vast, je leunt een beetje naar voren en probeer op te staan. Dan kan je hem loslaten. Oké, voor de laatste challenge ga ik jullie een beetje uitdagen om spierballen te krijgen. Hierbij gaan we in verschillende push-up manieren en plank manieren proberen te verzinnen. Het kan heel simpel zijn met een plank manier waarbij je op één voet en één hand gaat. Je mag gaan push-uppen. Deze kan je breed pakken. Kan je ook weer heel smal pakken. En zo zijn er nog honderden manieren. Je kan hem bijvoorbeeld op drie vingers doen. Misschien is er zelfs iemand die het op één hand kan. Ben ik zelf niet zo goed in. Je mag gaan planken op de ellebogen. Misschien bedenk je wel, ik wil hem met één hand doen. Laat maar zien wat je allemaal kan. Ben ik benieuwd naar. Oké, dat waren de 5 challenges van Commit die ik voor jou heb verzonnen. Nou, ik ben in ieder geval benieuwd hoeveel jou er zijn gelukt. En ik ga er weer vandoor. Hopelijk hebben jullie het naar je zin gehad.